Welkom bij experiment deel 210. Balletje, balletje. Ken je het spel balletje, balletje? Wij gaan het voordoen. Benodigdheden. Bekertjes en een balletje. En dan heb ik het dus over het balletje. Nou, we hebben verschillende levels, 4 levels. En we beginnen gewoon simpel met 1, Ivan. Nou, ik stop hem hier al, onder dit bekertje. Ben je er klaar voor? Nee. Oké, okay, we gaan toch beginnen. Waar denk je dat hij zit? Hier. Hier. Ja. Ja! Goed gedaan, goed gedaan. In één keer goed geraden, heel knap. Nou, ik pak een nieuw bekertje erbij. We gaan door naar level 2. Twee bekertjes en één balletje. Hij zit hieronder. We gaan beginnen even. Waar denk je dat het zit? Die. Oké, okay, dan gaan we kijken. Hij heeft het helemaal goed. Hij heeft het helemaal goed. 2 punten voor Eva. We gaan naar level 3. Het wordt steeds ingewikkelder. Nou, hier zit hij onder. We gaan beginnen. Oeh, hou je er nog bij? Waar denk je dat hij zit? Nee. Oké. Okay. Heeft hij het goed, dames en heren? Ja! Hij heeft het helemaal goed. 3 punten voor Eva. En nu het moeilijkste level dat er is. Level 4. Dat is een hele moeilijke. Het is ook hele moeilijke. Dit kan overigens ook prima met 50 bekertjes, hoor. Ja, maar we doen het nu gewoon met 4. Ja, nou. Je moet hem even iets inknijpen. Oh ja, is goed. Nou. Dan zou je het balletje. Shh. Nou, hier zit. Nou, hier zit die onder. En we gaan lekker draaien. Daar staat hij niet op. Nee. Waar denk je dat het zit? Die. Dan gaan we kijken. Ja! Ja, je druk me. Hier zit hij niet onder. Eva heeft hem uitgespeeld. Ja! Goed gedaan, ben jongen. Ik wil je even feliciteren. Als ik het bij jou mag doen. Jij mag de set hebben. Je hebt het gewoon gewonnen. Ja. Ik ben benieuwd of jullie het ook helemaal goed. Eva is balletje van het jaar. Doe dit gerust thuis na. En veel plezier. Tot ziens!